Hoi Simmers, ik vroeg mij een tijdje geleden af toen de Sims 4 Eilandleven werd aangekondigd. En op een gegeven moment de Sims 4 Eilandleven voor computers gepubliceerd werd, gereleased werd. Toen dacht ik al, waar blijft die test? Er is altijd zo'n test bij uitbreidingspakketten. Maar die hebben ze dus half juli online gegooid. Wij kunnen gaan testen wat onze eilandstijl is. En ik ben wel benieuwd om te kijken wat mijn eilandstijl is. Dus laten we de test doen. Wat heeft jou naar Sulani gebracht? Één woord IE, kom op zeg. Stranden opruimen, zon, zand, golven, dat zegt alles toch? Ik hoorde dat hier zeemeersims wonen of om een nieuw leven te beginnen. Nou, toevallig ben ik zelf ook op dit moment op zoek om te gaan verhuizen. Nou, stranden opruimen is sowieso mijn ding niet, want ik heb al moeite om mijn eigen huis netjes te houden. Zon, zand, golven. Ik woon op dit moment in een kustplaats. Ik ga juist weg van de kustplaats. Zeemeersims, ja, zou leuk zijn, maar ik denk om een nieuw leven te beginnen, want ik wil ook gewoon een nieuw huisje. Niet meer in dit appartementencomplex waar ik nu in zit. Wat is jouw favoriete strandbezigheid? Bloemen ruiken, chillen aan de tiki bar, zwemmen en nog eens zwemmen of langs de kust slenteren? Dan denk ik toch wel chillen aan de tiki bar. Het lijkt me wel gezellig om gewoon met vrienden op een terrasje te zitten, een beetje drinken, een beetje chillen, een beetje kletsen, muziek luisteren. Ja, bloemen ruiken, dat is misschien leuk voor 2 minuten of zo. Zwemmen doe ik liever in het zwembad, want dan weet je gewoon zeker dat je geen rare dingen langs je benen voelt gaan of zo. En langs de kust slenteren. Ik ben niet zo'n wandelaar. Dus ik ga voor het chillen aan de tiki bar. Met wie zou je naar Sulani reizen? Een botanicus? Niemand. Ik ga in mijn eentje. Iemand die een boot kan besturen. Of iemand die relaxed en chill is. Uiteraard iemand die relaxed en chill is. Ik ben zelf iemand, als ik op vakantie ga, dan wil ik lekker uitslapen. Dan wil ik lekker relaxed doen. Ik ben niet iemand die van toeristenpunt naar toeristenpunt naar toeristenpunt. En ik moet nu alles zien. Nee, zo ben ik niet. Gewoon chill. En ook altijd, een van mijn vakantiedagen is ook altijd een dagje shoppen. Dus ik ga voor iemand die relaxed is. Ja, hier heb ik niet zoveel mee. Ik ben niet een hele grote natuurfreak. In mijn eentje, in mijn eentje een dagje erop uit. Weet je, ik ga graag in mijn eentje winkelen, maar ik ga niet graag in mijn eentje op vakantie. Nou, Sulani wel een woonwereld, maar je snapt wat ik bedoel. Iemand die een boot kan besturen. Ja, weet je, we doen gewoon iemand die relaxed en chill is. Wat is het beste aan het wonen op een eiland? Een helpende hand te kunnen bieden, kennis maken met de plaatselijke bewoners, een beetje rondspetteren of, sorry, wat? Ik deed net een dutje. Het beste aan een wonen op een eiland. Ik zelf zou denk ik niet zo snel op een eiland willen wonen. Een helpende hand is sowieso, ja, weet je, ik help best wel mensen, maar ik ben niet iemand die stranden gaat opruimen en vrijwilligerswerk. Dat is niet zo mijn ding. Kennis maken met plaatselijke bewoners. Ja, maar als je er woont, dan word je zelf ook een plaatselijke bewoner. Een beetje rondspetteren of een dutje. Ik twijfel tussen die twee. Want tuurlijk is het leuk om zo nu en dan in het water te gaan. Het is ook wel chill om een dutje te doen, weet je. Dutje en dan in een hangmat, dat lijkt me wat, in een hangmat. Wat is je droombaan op het eiland? De natuurbeschermer, barbecuen voor de locals, een professioneel duiker. Ik ben al met pensioen hoor. Nou, ik ben 29, dus dat vind ik zelf persoonlijk een beetje te jong voor een pensioen. Dus dat wordt hem niet. Dus dan moet ik wel gaan kiezen tussen een van die anderen. Nou, natuurbeschermer is niet zo mijn ding. Duiken heb ik nog nooit gedaan. En ik weet ook niet of ik me daar comfortabel bij voel door onder water te zijn, afhankelijk van een zuurstoftank. Dus ik denk dan dat ik ga voor barbecuen voor de locals. Ik heb de test afgerond en ik ben een paradijszoeker. Relax. Het draait om het ontsnappen aan de drukte en het wegdoezelen in een hangmat. Kijk. Kijk, klopt helemaal. Vissen, zeilen, zonnen, elke dag is er een nieuwe kans om maar te doen wat je wilt. Kijk, dat vind ik chill. Elke dag kunnen doen wat je wil. Vissen is misschien niet zo mijn ding. Zeilen vind ik misschien leuk voor een half uurtje, uurtje. Dan heb ik het ook alweer gezien. Maar ja, wegdoezelen in een hangmat en gewoon doen wat je wil. Klinkt helemaal top. Dus ik ben blij met mijn uitslag, paradijszoeker. Als jij dus ook de test wil doen, check de link in de beschrijving. En laat eens in de reacties onder de video achter wat jouw uitslag is.